What would happen if you go back to Iran? I would be executed. Meer dan ooit worden ongelovigen over de hele wereld onderdrukt en bedreigd. Boris van der Ham gaat op onderzoek uit. Hij reist naar Engeland en Turkije. Actie van de Verenigde Naties is volgens hem geboden. Removing religion as an altar of refuge for hatred, persecution and violence is of utmost importance. Thank you. Onder ongelovigen, woensdag in 2 Doc bij Human op NPO 2.